Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Vandaag ben ik weer in mijn achtertuin. Ik ga niet een onwijs grote video opnemen, maar ik ga jullie wel meenemen in het schoonmaken van nikkelgeld. Ik heb hier al een paar verschillende guldens, wat kwartjes en ik heb zelfs een 5 gulden munt. Ja, je vindt ze ontzettend veel. Kijk, hier zie je ze. Je vindt ze ontzettend veel. En meest belanden ze gewoon ergens in een bak. En ja, het is niet veel waard en je hebt er ook niet zo heel veel meer aan. Maar ja, de jeugdherinneringen. Ik bedoel, deze komt uit 1979, toen was ik 2. Sommigen vinden het leuk om ze dof en mat te houden. En sommigen vinden het leuk om op te poetsen. Nou, ik heb er zoveel, dus ik heb een bakje met matten en doffen en zo is uit de grond zijn gekomen. Maar ik ga er ook een paar in de naam der wetenschap schoonmaken. En ik ga dat op een harde manier doen. Niet alle vondsten moet je op deze manier schoonmaken. Maar voor nikkelgeld, ik heb de ervaring met allerlei stofjes en schoonmaakmiddeltjes. En dat het net niet schoon genoeg wordt. En als het schoon wordt, is het binnen een dag weer dof. En je haalt niet de munt naar voren. Dus ik ga gewoon keihard polijsten. En we gaan het eindverschil zien. Ik ga eerst eventjes laten zien hoe ze er nu uitzien. En daarna ga ik ze polijsten en dan laat ik zien hoe ze er gepolijst uitzien. Ik heb hier wat verschillende muntjes leggen. Dit is alle drie een gulden. Maar zoals je ziet is deze een beetje rooier. Deze is een beetje grijzig en deze is een beetje wittig. Terwijl het toch echt alle drie guldens zijn. Uit een tijdbestek van een paar jaar. Dus er zit niet zo heel veel verschil in. En dat is ook met de kwartjes zo. Je hebt hier een kwartje die is een beetje wittig en een beetje grijzig. Hier heb je weer een beetje een raar soort gloedje over een dubbeltje. En ik ga ze gewoon lekker oppoetsen. Ik zie het wel. Kijk, de ene heeft helemaal een rode gloed. De andere heeft helemaal een grijze gloed en de andere is meer glimmend. Het kan aan het grondsoort leggen, kan aan de legering leggen. Ik kan aan de zuurte leggen van de grond waar ze in gelegen hebben. Ja, zeg het maar. Ik ga kijken of deze methode voor alle drie de munten hetzelfde effect hebben. En we gaan het wel zien. Wat ik doe is, ik heb hier een zachte polijsborstel. Die ga ik een klein beetje insmeren met polijstpasta fijn. Dat is, ja, dit is een hele grote, je hebt ze ook met hele kleine blokjes. Dit is toevallig een hele grote, maakt niet zoveel uit. Die haal ik er langs. Dan komt een klein beetje van dit fijne pasta komt hier op. En dan ga ik de munt polijsten. Dit is uiteindelijk het eindresultaat van de eerste munt. En dat was de wittere munt. Dus ik denk dat dat ook de makkelijkste was, maar dat zegt natuurlijk niks. Nou, degene die eigenlijk het moeilijkste eruit zag, dat was deze, die is tot nu toe nog het mooiste geworden. Uiteindelijk zat de laag die erop zat, was misschien wel dikker, maar die lag erop. En deze laag zat erin. Dus dat is alvast een heel groot verschil. Ja, dat zien jullie misschien op de camera niet zo goed, maar deze is uiteindelijk tot nu toe van deze twee nog het mooiste geworden. Dan doen we de laatste ook nog even. Nou, je weet nooit hoe een koe een haas vangt, want nou uiteindelijk is die derde, die is nog het allermooiste geworden van alle drie.
En ik dacht dat daar juist een aanslag echt in de nikkel zat. Omdat hij er een beetje blauw-roodachtig uitzag en die andere was echt een laagje. Maar uiteindelijk is die het allermooiste van alle drie geworden. Dan hebben we hier nog de 5 gulden. Ja, ik kreeg vroeger 5 gulden zakgeld. Nou, daar kon je echt een hele week mee doen als jonge jongen. Ik ga kijken of ik hem weer een beetje glimmend kan krijgen. Ik denk dat het op camera heel slecht te zien is, maar wauw. Als je er zo weinig zakgeld krijgt, dan weet je ook niet wat je gebeurt. Nogmaals, je moet natuurlijk wel bedenken dat jullie dit niet met jullie prachtige muntenverzameling die geld waard is doen. Hè? Dit is echt bedoeld om munten die niet zoveel waard zijn of niks waard zijn, voor jezelf een beetje op te knappen. Daar is het voor bedoeld. Dit was hem alweer. Even jullie meegenomen in een klein schoonmaakrondje. Ja, wat je ermee moet, mag je helemaal zelf weten. De ene vindt het heel mooi, de ander vindt het echt helemaal zonde. En die zegt, nooit doen met je munten. Nou, van allebei de kanten vind ik dat ze gelijk hebben. Het ligt er alleen aan wat voor munten je in je handen hebt. Nogmaals, met je mooie, super dure munten zou je dit never, nooit niet moeten doen. Maar met een handje gevonden gulden munten is het misschien wel eens leuk om er een paar te laten glimmen. Het staat wel zo mooi in je vitrinekast. En ik heb er wel een beetje plezier aan beleefd, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het gewoon leuk werk om te doen. Ik ben wel een echt poetsmannetje. Dus, vonden jullie de video nou leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En nog steeds 40% van de kijkers is niet geabonneerd. Geef niet, moet je zelf weten. Maar voor mij zou het wel leuk zijn. Dus als je het niet bent en je beseft dat nog niet, druk dan dat knopje even in. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.